na enkele jaren van experimenteren, hoop aan onderzoek en ontwikkeling van de grond. Hier pionierde al vanaf 1981 veelal de derde generatie Jan Willem. Vele zaakjes kwamen op en werden een plantje. En heel veel zaakjes kregen het daglicht, jammer genoeg, nooit te zien. Met veel experimenteren is dit later ook een volwaardig productiebedrijf geworden, welke zich voornamelijk bezighouden met het inhullen en pileren van tuin- en landbouwzaken. Veel research en praktisch onderzoek is daar verricht met export all over the world. Dit bedrijf is in 1997 verkocht aan een Engelse German Technology Group om de wereldmarkt en kennis gezamenlijk te beleven. Export overigens ook bij Hollandmachines. Vele Hollandmachines, vooral in de akkerbouw, vinden dan uit IJsselo hun eindbestemming in Europese landen, maar ook wereldwijd. Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Amerika en Australië zijn regelmatige afnemers. Het derde woord is toekomst. Stilstand is achteruitgang. U kent vast wel die uitdrukking. Wie rust, roest. Bij ons is het niet gebruikelijk, want dan krijgt het ijzer geen kans van roesten. Zorg dat er altijd een paar plannen in de kast liggen, zei Bram maar eens. Of als je vanmiddag naar huis gaat, zorg dan dat je weet wat je morgen moet doen. Bij die gedachtegang raak je nooit werkloos en ligt er altijd werk op de plank. Een gezonde gedachtegang, zoals blijkt, met een zekere toekomst. Vier verschillende branches zijn onze potentiële afnemers. We maken machines voor de veehouderij, machines voor de akkerbouw, voor de loonwerkers en de industriemachines voor de wegenbouw en vlakheidbestrijding. Het afwisselende hiervan is dat we kunnen meedenken over voer- en hooibouwmachines, de uien- en de bloemhollenteelt, de bietenverwerking en de biogas, maar ook gewoon over ecologisch bergbeheer en gladheidbestrijding middels deze bekende veegmachines. Allemaal machines hebben we bij ons voor de klant op maat worden gemaakt. We streven er niet naar om de goedkoopste te zijn, maar wel de betrouwbaarste. We houden van duidelijkheid, maar niet van contracten. Complete machines maken, iets wat in de gemeente altijd bijna niet meer voorkomt. Door ons product op internet en beurzen te presenteren, blijven wij contact houden met de eindgebruiker. Ons bedrijf wordt dus de boeren, de grootste groep van onze eindgebruikers. Vele van deze eindgebruikers wonen om ons heen. Eén bijzondere wil ik graag noemen. En dat is de familie Winkelos. Jarenlang kunnen we bij hun terecht voor demo's, testen en trekken gebruiken. Hiervoor wil ik alvast uw hartelijk bedanken. Wij willen weten waar we mee bezig zijn. Door dat contact brengen ze ons geregeld op ideeën. Die ideeën zijn onmisbaar en blijven op de hoogte houden van hun mensen. De Nederlandse boer is behoorlijk kritisch. Als je aan hun kwaliteitseisen voldoet, heb je een goed product voor de export. Ons inziens de verkoopmethode van de toekomst. Een goede harmonie is van groot belang in een bedrijf. Alleen wanneer een goede sfeer is, kun je met een klein team de beste prestaties leveren. Terugkijken in ons bedrijf zien we bijna geen personeel verloren. Kijk naar de expositie dat vele werknemers een 40 en of 25 jaar jubileum bij dit bedrijf hebben gevierd. Ook komend jaar hebben we een medewerker dat zijn 25 jaar jubileum bij ons gaat vieren. Doordat iedereen hier gewoon doet en elkaar bij voornaam noemt, dat was ook een must van Bram, anders werd je te groot, heerst hier een optimale harmonie en een goede sfeer. Een Achterhoekse mentaliteit, om trots op te zijn. Met z'n allen machines maken, van plaat, buis, ijzer en noem maar op, geeft bij veel werknemers een voldaan gevoel. Een machine maken, dat klaar is voor zijn werk. Uit alles blijkt er nog niet stil blijven staan, maar een experimenterende, pionierende, harmonieuze toekomst blijven werken. In ons familiebedrijf overheerst de lange termijn visie. Vaakmaatschap vestig ons merk en handhaaf dit al 100 jaar door keurig werk. Ik dank u allemaal. Vernieuwing, vakmanschap, kwaliteit, betrouwbaarheid, misschien niet de goedkoopste, maar wel de beste. Dat is een echt Achterhoeks uitgangspunt.
En de hele familie die daarvoor heeft gezorgd, eeuwenlang, wordt op dit moment vertegenwoordigd door de man die zelf nog lang geen 100 jaar is, maar zijn bedrijf wel. Dames en heren, mag ik u hartelijk applaus voor de jubilaris. Hier is Jan-Willem Hopman. Dankjewel. Vanmiddag naar dit jubileum, naar deze jubileumreceptie is gekomen houden. Welkom allemaal. Misschien toch nog even een speciaal woord van welkom aan de drie genomineerden van de Industrie Awards, waarvan er één ook nog even speciaal genoemd voor de ANA, 50 jaar. Die zit op de helft. Gaat helemaal goed komen. Welkom. We zijn afgelopen zaterdag begonnen aan een spetterende jubileumviering. Medio 2010 kwam Henk en ik bij elkaar en we waren het al snel eens over de opzet van dit jubileumjaar. We wisten dat het tussen de bedrijven door moest gebeuren, want er is werk zat, moet ik zeggen. Nee, we zetten het bedrijf in de picture. Dat hadden we beide eigenlijk meteen voor ogen. Presentatie van het verleden, vooral ook het heden en een blik op de toekomst. De spetterende presentatie na binnenkomst heeft u al mee mogen maken. En u kunt het straks allemaal zien. Een hele mooie tentoonstelling over 100 jaar Hopmanbedrijven in onze showroom. Maar tot en met midden jaren 60 de smederij nog actief was. Verder is er een rondgang, al aangekondigd door het bedrijf, waar je kunt zien hoe we werken en wat voor mooie producten we maken. En het feit dat we volgende week al gaan beginnen met de nieuwbouw van een nieuwe hal van circa 3000 vierkante meter, waardoor we meer ruimte krijgen, maar ook met name de routing door ons bedrijf kunnen optimaliseren. Kortom, we willen u met name laten weten dat we niet 100 jaar oud, maar 100 jaar jong zijn. Het vele werk verzet door Henk en het hele team. Om niet alleen een mooi programma te bedenken, maar het ook om te zetten, werd zaterdagmorgen op een fantastische wijze beloond, doordat we een van de zeer schaarse zomerse dagen van dit jaar op een presenteerblaadje aangereikt kregen. En die zorgde vanaf vroeg in de ochtend al meteen voor die extra goede stemming en over de hele dag voor een zeer goede opkomst. Jullie kunnen het misschien, maar dat geloof ik niet. Ik heb me flink verbrand. Dinsdag hebben we de Federatie Landbouwwerktuigen op bezoek gehad. En gisteren, onder wat wisselvallend, weer een hele mooie, goed bezochte open dag voor onze zakelijke relaties. En ook hier hielp ons weer een beetje het weer. En dat is wel ziek. Henk heeft al enige hoogtepunten uit de historie van het bedrijf verteld. En ik wil u graag deelgenoot maken met wat de hoogtepunten zijn van mij als directeur-eigenaar van dit prachtige bedrijf. Naast het feit dat het ons goed gaat, is het een ongelooflijk genoegen om tijdens de afgelopen dagen meermaals te horen. Wat ziet hij er prachtig uit? Complimenten Henk en de collega's. En dan komt hij, wat heb je een gemotiveerd personeel. Die kort maar krachtige mededeling moet je weer realiseren dat er naast de bedrijfseconomische component, zorgen dat je de kost verdient, en graag ook wat meer, het uiteindelijk om mensen gaat. 100 jaar is dit prachtige bedrijf in de weer om invulling te geven aan de basale levensbehoeften van mensen. Eten. En niet vergeten, als het strooisout op is, maakt een holerasbezem de weg sneeuwvrij om bij de supermarkt te komen, om dat eten te kopen. Maar wat doen we nog meer in die 100 jaar? Inkomen genereren, zodat je te eten hebt, een dak boven je hoofd, je kinderen naar school kunnen gaan, er op een gegeven moment vakanties en reisjes vanaf kunnen, je invulling geven aan je creativiteit, zowel in de basistijd als in je vrije tijd, want er wordt langzaam zeker wat welvaart opgebouwd. Sparen voor je pensioenvoorziening, zodat je na je werkzaam leven kunt blijven leven en genieten van het leven. Dat is allemaal niet alleen vanzelfsprekend. Dat verdien je met elkaar. Als bedrijf, als werknemer, als gezin, als vrijwilliger bij de voetbalclub of in de schoolstad. Een andere reactie, en dat was meer een bevestiging, want een beetje natuurlijk vanuit het personeelbestand was de opmerking, wat heb je ook een boel jonge mensen aan het werk? Daarom heel even iets over het fenomeen van de grijze plaag en het gebrek aan vaklieden. Ik loop even vooruit op de Industrie Award, die later deze middag uitgereikt wordt en al aangekomen. Gelukkig hebben we in de Achterhoek
nog een redelijk gezonde houding tegenover dit fenomeen werken met je handen. Gelukkig hebben we in de Oost-Achterhoek een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en scholen, waarbij velen zich inzetten om goed praktijkonderwijs, met name op VMBO, maar ook op middelbare beroepsscholen in stand te houden en te verbeteren en waar mogelijk en nodig. En hoe werkt dat bij ons? Naast het interessante en variabele werk, al gememoreerd werk dat we bieden, natuurlijk ook onze bedrijfscultuur, is die samenwerking scholen-bedrijfsleven ook een hele goede ondersteunende factor voor het behoud van vakkundig en praktisch ingesteld personeel. Ja, is dit prachtige bedrijf in de weer om met een team van mensen een prachtig product neer te zetten. Tijdens een interview voor een vakblad voorafgaande aan dit jubileum vroeg de interviewer mij: wat is nu het verschil dat het bedrijf Hoopman maakt? En ik kan zeggen, u zult het zien. We hebben een zeer brede catalogus producten. Dat houdt het werk interessant voor alle betrokkenen. Want we krijgen met heel veel verschillende onderdelen van land- en tuinbouw te maken. Omdat we een verscheidenheid aan producten hebben, worden ups en downs die elke sector wel eens meemaakt wat gedempt. Dat maakt je misschien niet de beste of een topper in goede tijden, maar wel degene die overleeft in wat mindere tijden. En als 100-jarige laat je je niet gek maken door de waan van de dag. Moderne nieuwsvoorzieningen brengen de andere kant van de wereld al een minuut in je woonkamer. Echter heeft die nieuwsvoorziening er kennelijk erg behoefte aan om van de ene hype naar de andere te vliegen. Je kunt dus door een e-hack, hype of crisis gewoon eventjes een substantieel deel van je omzet verliezen, terwijl je er helemaal niets mee te maken hebt. Mijn antwoord op de vraag van de journalist was dus ook: ons motto is, en Henk heeft het al heel goed bewoord, betrouwbaarheid, innovatie, spreiding en, zoals ik al zei, je niet gek laten maken door de waan van de dag. Daarmee zijn we 100 jaar geworden. En daarom starten we komende week vol goede moed gewoon met jaar nummer 101. Dankjewel. Bezoek een pakketje uien aan. Geoogst en verwerkt door onze eigen homerasmachine. En Julia en ondergetekende bieden u een flesje wijn aan onder het motto: innovatie en ambacht zijn onze passie. De wijn die we op onze boerderij in de Pages Noord-Spanje produceren is innovatie. We telen dat daar de zeer bekende Cabernet Sauvignon, iedereen die een beetje verstand van wijn heeft, die weet waar ik het over heb, en de al daar geheel onbekende, in de Achterhoek overigens niet, meeldauwresistente Regent. Verder worden deze druiven op zeer kleine schaal en nog op zeer ambachtelijke wijze en volledig in handen verwerkt tot deze rode wijn. Overigens hoort daar misschien een kleine anekdote bij. We zijn nog maar een zeer kleine informele wijnteler. Ik geloof dat dat ook zo zal blijven. Maar bij het transporteren van de wijn naar Nederland kwamen wij erachter dat zo'n 250 flesjes netjes accijns afgedragen moet worden. Bijna ging dit presentje dus gewoon niet door. Het deed mij even denken aan die keer dat ik als kleine jongen met mijn vader naar Duitsland ging en we de hele wagen vol onderdelen hadden. De uitlaat van de Mercedes die schuurde over het asfalt. En bij de grens aangekomen op de vraag: hebben ze nog etwas zu bezollen? De ijskoude miem antwoordde: überhaupt niets. Dankjewel. De meest gegeten vrucht ter wereld is. En weet je ook toevallig ook welke vrucht de meest gegeten vrucht is? Doe eens een bot. Noem eens wat, zegt u? Nee hoor, dat is de tomaat. Ja. Wereldwijd hebben we het over. We hebben het niet over ons eigen knolland, Holland. Nee, wereldwijd. En de aardappel staat wel op nummer 3. Met stip. Goed. Je neemt u wel parate kennis mee naar huis. Hè? En als u die zak uien op hebt, dan wens ik u de volgende dag heel veel sterkte. Hier is Bert Berghoef. Dat gebeurt nogal een keer. En dat heeft te maken met trouwe werknemers vaak. Er is al even aan gerefereerd, dus ik ga dat niet opnieuw doen. Familie Hoopman.
Mevrouw Thea Hopman. Ik zag u al, ik moest even een ding verloot tussendoor, dus ik zag u deze kant op komen en ik denk, kijk, dat is mooi, u bent erbij. Directie medewerkers van dit prachtige bedrijf. Ik ben als burgemeester van de gemeente Aalten, dus ook IJzerlo, heel blij dat ik hier mag staan. En wij voelen ons als college van de gemeente Aalten, ook de vertegenwoordigers van de raad, want ik weet dat u die gelukwens onderschrijft. Ik ben ook heel blij dat Ted Kok hier aanwezig is, omdat hij in onze gemeente op dit moment een heleboel dingen samen met de rest van het college mogelijk probeert te maken. U vindt het niet erg dat ik erover niet in detail treed op dit moment. We hebben net al, anderhalf uur geleden, hebben we iets mogen onthullen. De schuilhut. U weet misschien dat wij als gemeente Aalten samen met alle andere Achterhoekse gemeenten proberen het product recreatie en toerisme wat meer naar ons toe te halen, want dat is namelijk gewoon economie, ondernemen. En toen ik de schuilhut het bord mocht overhandigen aan de directie en aan de directeur-eigenaar, toen hebben we er ook nog even bij stilgestaan dat we in deze gemeente proberen aan al dat soort activiteiten heel veel te doen. Ik hoef de historie van het bedrijf niet op te halen, dat heeft Henk al gedaan, Jan Willem heeft daar nog wat aan toegevoegd. En dat betekent dat 100 jaar geleden, en dat weten we allemaal, de wereld er heel anders uitzag. En dat betekent ook dat als je 100 jaar onderneemt, dat je daardoor laat zien dat je tot een zeer sterke hoort. En als je dan vervolgens de Rolls Royce onder de landbouwmachines mag leveren, en dan mag het ook een percent meer kosten, dan betekent dat je ook grote betrouwbaarheid hebt op dat gebied. We hebben vandaag ook al gehoord, en ik wist dat van dit bedrijf, dat hier een hele belangrijke drijfveer in dit bedrijf, dus ik zou bijna zeggen een houding. En dat is, ik heb het net ook al even buiten gezegd, doe nou maar gewoon. Laten we maar gewoon aan het werk gaan. Ik zou bijna zeggen dat het bedrijf hier staat er bol van. Als je even kijkt, en Henk, jij hebt net al een uitvinder van het eerste uur genoemd, bij de knollenplukmachine, dan wordt er gewoon goed naar het product gekeken. Wat willen we als resultaat? En dan gaan we tussendoor een brug slaan. En dan gaan we hele mooie dingen technisch mogelijk maken. En dat betekent dat dit bedrijf hoort bij de innovatieve bedrijven in de Achterhoek. Heel vaak zit ik met een gezelschap in Bredevoort, in Dinxperlo, in Aalten of in een van de buurtschappen of in een ander deel van de Achterhoek. En dan denk ik wel eens een keer, en ik heb dat laatst in de Heurne ook gezegd, dat wij heel veel aandacht besteden aan de historie van deze omgeving. Aan oude beroepen. En dat moeten we ook vooral zo doen, want uit het verleden haal je ook de kracht voor het heden. Maar dan zeg ik er ook bij, dat heb ik in de Heurne laatst bij het Oogstfeest ook gezegd, we moeten ons ook realiseren dat we hier in de Achterhoek heel veel innovatieve bedrijven hebben. Dat we high-tech bedrijven hebben. En daarom is het zo belangrijk dat bedrijven als deze de werkgelegenheid garanderen, nu en in de toekomst. Daarom ben ik heel erg blij dat ik als burgemeester van de gemeente Aalten samen met Henk Korte iets voorbereid heb en samen met een van mijn medewerkers, Christine Heuzenveld, om iets te doen, Jan Willem, wat we een hele lange tijd weggehouden hebben, maar waarvan ik nu intussen al lang snap dat je weet wat er gaat gebeuren, dat kunnen we ook niet tegenhouden. Want het is namelijk zo, als je 100 jaar een kwaliteitsbedrijf hebt, dan kun je het predicaat koninklijk aanvragen. En toen ik een half jaar geleden bij jullie thuis was, voor heel iets anders, toen vroeg je nog aan me, ja, denk je dat dat erin zit? Toen zei ik, joh, daar gaan wij tegenwoordig als gemeente helemaal niet meer over. Terwijl mensen bij mij op kantoor en Henk vooral er al lang mee bezig waren. Maar ik ben er ook met de boodschap heen gezonden om dat wat te denken. Dat is niet helemaal gelukt natuurlijk. Maar goed, met dat predicaat koninklijk wat ik zo ga uitreiken aan Jan Willem, willen we ook laten zien de betrouwbaarheid, ik heb het al gezegd, maar ook de waardering van de samenleving voor zo'n soort bedrijf. Dat kan ik niet vaak genoeg herhalen. En daarom denk ik dat ik gewoon maar Philippe Christine uit moet reiken. Jan Willem, ik vraag je graag op te komen.
pas. Ik kan u overigens mededelen dat wij de lasten van de burgers het komende jaar, als we tenminste van de Raad gelijk krijgen, dat weten we in onze gemeente nooit, de lasten gaan verlagen voor de burgers. Dus toen wij bloemen moesten kopen, want dat hoort er zo bij, toen zei ik tegen Christine, doe maar één bos. Vanuit die gedachte, u snapt dat. Nou heb ik hier drie dames Hoopman. Dus ik heb een gigantisch probleem. Dus ik zat net te twijfelen, zal ik het nou aan de allerjongste of aan de 90-jarige? En toen heb ik gekozen, mevrouw Hoopman, daarom ben ik heel blij dat u erbij bent, uit waardering voor alles wat uw man daar ook voor gedaan heeft. En uiteraard, uw schoonouders destijds, de borstbloemen als waardering voor al het werk wat u en uw man destijds voor dit bedrijf gedaan hebben. Ik hoop dat je ermee kan leven. Want dat doe je dus maar één keer in de 100 jaar. En zoals gezegd, de kern van de zaak is dat we volgende week, maandag, met jaar 101 gaan beginnen. En dan gaan we gewoon weer door. Ik ben ongelooflijk trots. Er is inderdaad wat heen en weer gepraat en geschoven met plannetjes zus of zo. En ik vind het uiteindelijk heel goed gespeeld. Fantastisch. Want het was tot nu niet aan de orde en ik was met de ketting en zonder ketting en ik dacht, oh, oh. Maar dit vind ik natuurlijk super. Fantastisch! Dank u wel. Van harte gefeliciteerd. Het is een enorme... Ja, echt een hele grote eer. Dames en heren, we gaan weer terug, ik zou bijna zeggen, naar de orde van de dag. Even weer met beide voeten in de klei, zoals dat hier gewoon is in IJsselo. En naar de volgende spreker. Die 100 jaar, die maak je niet vol met twee vingers in de neus. Daar heb je van allerlei kwaliteiten voor nodig. En een van die kwaliteiten is de klantrelatie. Klanten komen, klanten gaan. De een blijft wat langer dan de ander. Maar opvallend is bij deze firma dat de klantrelatie vaak geen jaren, maar decennia lang recht overeind en in een goede sfeer blijft bestaan. Een van die representanten van die goede klantrelatie wil ik nu graag uitnodigen voor zijn beschrijving van zijn ervaringen als klant met de firma Hoopman, als klant en als vriend, moet ik inmiddels zeggen. Mag ik u applaus voor de directeur van Van Schaik, hier is Frans van Schaik junior. Hoopman, directie, managementteam, alle medewerkers van Hoogras, de nodige en aanwezig. Ik hoef mij niet meer voor te stellen, dat heeft Erik, was het meneer Schuurman of niet? Dat mag ook. Maar ook. Die heeft dat al gedaan. Wij zijn een afnemer van de hoorgasmachines. En we hebben toch wel een redelijk jarenlange relatie. Ik ga het getal noemen, ik kan me nog herinneren, 45 jaar geleden ongeveer, dat ik voor het eerst bij de firma Hoopman kwam, bij mijn vader aan het handje, dus ik kan toch wel zeggen, een hele tijd. Het is voor mij ook een hele eer om hier te staan. Ik sta hier, ik beken het maar meteen, met knikkende knieën, want wat moet ik nou vertellen? 100 jaar geschiedenis, het is een boek vol, maar het staat in beeld vooraan, waar we straks met z'n allen naar gaan kijken, dus wat dan? Ik heb het aan Henk gevraagd, wat wil je hebben dat ik vertel? Henk zegt, heel gemakkelijk, alles is goed, positief of negatief. Nou, dan blijven er nog een paar dingen over, dat is de relatie met het bedrijf en de producten. Maar dan ben ik een beetje geschrokken, want ik denk, ik ga een hele andere weg bewandelen. Ik ben hier al een paar dagen in huis, want ook ik ben lid van de federatie die hier 2 jaar geleden was. Het is eigenlijk ook helemaal niks. Ik denk, ja, dat is wel een mooie insteker. Ik neem een stuk ijzer mee, een potje groen en een potje oranje verf en ik ben klaar. Helaas, we kon geen ijzer vinden wat zwaar genoeg was. Gisteren heb ik wel even aan een tafeltje gezeten, ik heb een biertje genomen
en ze draaien hier een prachtige presentatie van machines. De week is gaan kijken, ja, je kunt ook heel anders gaan bekijken. Misschien is het ook wel helemaal niks. Ik heb al die machines eens bekeken, kon er eigenlijk maar twee uithalen. Hoorderas in schijnwerpers. Daar begint het mee. En de volgende foto is genomen. Prachtig product, uniek. Toen de tijd echt duur aangedreven, niet met tandwieltjes, nee, echt duur aangedreven. Straks maar eens kijken hoe dat werkt. Dan komt weer de volgende foto. Ja, dat zie ik alleen maar een wachtboer van ijzer uit IJzerloop. De volgende, een voerwagen. Veel oranje, het lijkt nog wel iets. Maar je kunt het ook anders zien. Dit ziet er toch al angstig en monsterlijk uit. Zelfs gewelddadig. Is eigenlijk niks. Ja, je hebt een houten glas, maar dit is een ijzeren glas. Van achteren gezien, prachtig. Ziet er fantastisch uit. Maar nu, dit noemen ze een jumbo. Velen van jullie zullen dat niet herkennen. Want ja, wat is het nou precies? Het ziet er ingewikkeld uit. Eigenlijk niks. Hier zou je kunnen denken, goh. Maar je ziet er al die mensen met die hoed op. Het lijkt wel een kermis. Wat moeten ze met zo'n draaimolen? En je ziet het al snel. Hij verdwijnt in de kuil en het is weer niks. Deze foto hebben ze snel een bordje weggehaald, onverkoopbaar. Ja. Want er is hoop, man. Want in het zuiden is een museum en daar houden ze nog wat rijtjes. Dus nog even bewaren en dan kunnen we vanaf. Je moet even dat gele wat je op de voorgrond ziet, dat moet even wegvegen, echt letterlijk wegvegen. Maar dan blijft er een echte jumbo over. Een jumbo van het type 747-406. Ja, dat weet je wat van vertellen. Het registratienummer is de PHBFS. De Bravo, de Pitpalen Hotel, Bravo Foxtrot. Eerste vlucht gemaakt op 2 oktober 1996 en aan de KLM uitgeleverd op 15 oktober 1996. Een machine met 4 motoren van General Electric. Er gaan 48 passagiers in de business class. Het toestel vliegt nog steeds, is op het moment net geland in Bangkok. Dat is niet speciaal voor u, dat is echt zo. Hij is nu vliegende, de KL878, echt waar. En zal morgen om 5:55 op Schiphol landen. Uiteraard wel, dat is wel een mooi positief ding. Op een mooie, schone landingsbaan, geveegd door de hoornrasmachines. Maar ja, niet veel doen in de vlucht. Veel meer vertellen, maar als iemand nog geïnteresseerd is in meerdere gegevens, bijvoorbeeld hoeveel vleugels heeft zo'n kist of waar zitten de pilooten achter de wagens, straks bij de volgende vraag nog meer uitleg geven. Wordt hier volgende week de schop in de grond gestoken voor een complete nieuwe bedrijfshal. Ja, hier voor de laatste keer, de laatste foto, dat hoopje ijzer en dan ja, die achterhoekers op de achtergrond. We willen beginnen, maar dan met een hoornrasverhaal. Maar er is zeer veel werk van gemaakt. Een tent, demo's, de inwendige mens, alles komt hier aan zijn trek. En alles is tot in perfectie gedacht. Zelfs zo in perfectie dat ze bij de machines die tentoongesteld worden, mijn werk voltaan hebben aan laten drukken. Compliment. We hebben me allemaal eerlijk verteld. Elke vrijdag stofzuiger, eigen werkplek. Zaterdags wordt de baling geveegd. De kantoren worden geveegd en niet gedaan. De toiletten, nou ja. Elke dag werd verteld. Maar ook de ramen worden elke maand of 2 maanden, ik ben het even kwijt, ik
worden elke twee maanden gereinigd en schoongemaakt. Zo blijf je gezond. Goed voor jezelf zorgen. Van binnen en van buiten. En dan kun je 100 worden. Mevrouw Hoopman kan er bijna over meepraten. De eerste dag dat ik hier was, heb ik vele collega's van de federatie hier gesproken en gezien. En niet de minste hebben hier met open mond rondgekeken. Hoe is dit mogelijk? Voortreffelijke. Voortreffelijke organisatie. Complimenten. Wat viel op? Korte lijnen, lage drempel, platte organisatie. Iedereen gemakkelijk aanspreekbaar. Iedereen noemt iedereen bij de voornaam, is al verteld. Hoe moeilijk de sfeer, van laag tot hoog. Alles is hier op één lijn. Zijn hier ook geen telefonisten. Maar één magazijnman. Direct word je door de deskundige, de directeur van het managementteam of andere leden van het managementteam te woord gestaan. Jan Willem en Henk naar voren willen vragen. Er zit niet de 100.000 in. Want een lange boom werken ze met stuivers, dat weet je. Maar ik heb een blijvende herinnering aan deze. Goed te beginnen en blijk van waardering te willen geven dat we graag dat we klant zijn en graag willen blijven, heb ik hier dan de eerste orde in zitten voor jaar 101 van de firma Verschijt. Ik ga hem niet voorlezen, maar het is de eerste orde en het is een orde van 25 mesmixers. Maar ja, dat is wel iets, want die kwamen niet op die foto. Iets laten maken en Henk en Jan Willem waren van de week bij toen de federatie iets aanbood. Dus de voorzitter die dacht dat iets transparant gaf, hè? En dat wil ik ook vertellen, dat jullie bedrijf zo transparant is, en dat is het ook. Alleen uiteindelijk bleek het een spiegel te zijn. Nou, ik heb het getracht andersom te doen, eerst spiegel voorhouden, maar ik heb nu iets transparants. Ik zou het leuk vinden als jullie hier weghalen. Jullie waren nieuwsgierig, maar het publiek heeft altijd al in beeld. Ja. Het publiek kan er niet doorheen kijken. Van Willem en Henk. Die voor ons zeer belangrijk zijn geweest in die 45 jaar. Uiteraard de knolplukker, de voertuigheer, container en de grote. Nogmaals, proficiat en op naar de volgende 100 jaar. Zo is het.